En als allereerste geef ik het woord eerst af aan Kurt voor een openingsmelodie. Welkom voor de openingsceremonie. Ik heet iedereen van harte welkom hier op het Shutterstrain. We zijn Antonis op bestek. Welkom aan de afdeling van het gemeentebestuur. Welkom aan onze grondeigenaar Henk Maassen. Welkom aan het bondsbestuur. Welkom aan alle genodigden die vandaag hier zijn. En we staan hier vandaag omdat we onze nieuwe unit een naam gaan geven en om de unit, maar unit te heten en om hem te openen. Want wat we staan, hebben we een prachtige accommodatie staan, waar ik als voorzitter super trots op ben. Echt waar, wat we hier als vereniging hebben bereikt en neergezet, geweldig in die laatste jaar moet ik zeggen. En ik ga even terug naar augustus 2016. Daar wordt op het Koningsschild hier, er zat de bijeen aan de tafel met ik heb nu van de gemeente en dan zei Jacques Dix tegen Marlies, ja, als ze, of zij zei in het algemeen, als we nog het kunnen betekenen, dan vinden we dat er iemand gaat dat eens aangeven. Dan zei Marlies, was bescherm voor, nou, als er eens een nieuwe unit kost komen hier, dat zou wat je want zijn. Want die wil nu, die hebben het gehad en dat hebben ze wel gemaakt. Ik ben ook bijzonder dankbaar. Jacques Dix en Jos Wakkers en natuurlijk het gemeentebestuur dat ze ons hebben geholpen om dit te realiseren. Dankjewel daarvoor en een applaus. Ja. En natuurlijk ook een dank voor Van Dang en Henk die toch dit allemaal toesteunt dat weer op het terrein van hem dit allemaal kunnen realiseren. Want dat is toch niet zo maar gaat. Dankjewel daarvoor Henk. Het lukt zeker dat Maurice nu van boven onze zegen zal geven, zodat we hier goed en leuk kunnen vertoeven. Ik wil nu ook graag beginnen met het onthullen van de naam van de Schuttingenboel. En ik vraag Henk en Marjel, er hangen twee tuikjes om de wie te gaan staan en dan de tuik om die echt te trekken met de naam wat weer aan dit lokaal hebben gegeven. Natuurlijk moest hij wel eens gerelateerd zijn en dat hebben we ook gedaan. Dan maar gaan. Ja, het goed is. Ja, ik kan ze trekken. Ja. Schatteloos, wie wel eens. Gewoon de naam. We hebben bijeen gezeten en er worden verschillende namen. Er komen heel veel namen passeren in de revue. Zeg maar, John, waarom zo niet bij Marlies? We zijn daar bij Marlies, waarom zo niet bij Marlies zijn? Schutte, home, bij Marlies. Maar goed, dat moet je ook niet home zijn, want dan worden we in het Limburgs, zegt Randy, want dan wordt er ook Schuttehoes laten heten. En zo is het gekomen dat we Schuttehoes bij Marlies ervan hebben gemaakt. Nu willen we graag ook de unit openen. We hebben daar een fijn lijntje gespannen en we hebben een super share. En ik wil eigenlijk Jacques Dix vragen of u ons lokaal officieel wil openen met de doorknip van het lijntje en het koor speelt ondertussen het Limburgs volkslied. Ja, ik doe even tussendoor, Jacques. Hoe weet je dan gebeuren dat we officieel geopend wordt? Wat een challenge. Goed zo, dankjewel Kurt en we hebben hem nu geopend
En we gaan zagen in 2016 komen idee, ja, dus maar liefst dat eigenlijk was daar toegeleid, of gemeente zullen daar toegeleid dat dit hier gerealiseerd is. En in 23 juni vorig jaar is die fundering gestort zo rond die tijd. En vanaf die tijd af hebben we toch hier het man meer tijd besteed als toes, volgens mij. Dat waren 3 mannen, ik wil die toch even apart bedanken, Henry, Har en Willem. Als je even naar voren wil komen, we willen je toch een klein presentje geven, omdat je hier meer geleefd hebt als toes dat laatste jaar. En ervoor gezorgd hebben dat toch dit hier staat vandaag. We willen je toch een klein presentje aanbieden. Alsjeblieft, als dan een blijk van waardering wat Gerrie dat laatste jaar gedaan heeft. Doe het even wat te wachten met hem in, tot ze terug kunt bieden, denk ik. Dan is dat voor jou ook interessant. Maar goed, jongens, Geer zijn de mannen, de vunters zullen we maar zeggen. Hè, die hebben de oog tijd voor, zeggen ze allemaal. Maar ja, dat moeten ze toch maar doen. Hartelijk dank voor uw werk wat Gerrie gedaan heeft. En hopelijk ook blijven doen. Zo, ik wil Geer het woord geven aan iemand van het gemeentebestuur. Ik wil het je gaat zeggen, Jacques of Joost of Peter of Bert, dat mogen allemaal dus. Als ik heel even kort ga, mocht zeggen, ja inderdaad, Richard Wurps al eraan gememoreerd. Ik zat hier in de tent met het koningszeten met Marlies. En de eerste vraag die Marlies eigenlijk stelde, dat ging niet over het geboegen. Dat ging namelijk over de wijk, wat die niet goed bieloog. En het jaar erop had je Bonsuttersfeest. Ja. En vroeger duidelijk van kind door niet gedaan gedaan werden. Van het eind komt het anger. En dat anger, dat steunt hij je. En ik moet zeggen, het is niet allemaal van een leien dakje gegaan om het zo snel mogelijk hier te krijgen. Maar als ik kijk wie het er eenmaal woog en wie de vergunning aangevraagd moest werden naar Joost, toen komen we er nog achter dat we nog meer moesten gaan vergunnen. En dat is ook gebeurd. En ik moet zeggen jongens, ik ben er trots op. Van die boven wordt gekeken. En ik feliciteer u namens iedereen van de gemeente, van het gemeentebestuur, met dit prachtige geboeien. Daar kun je jaren met vroeg. Ik hoorde net al van de keizer van, dat maak ik niet meer met dat in één bel. Dus dat zijn er al dingen mee. Nou, daar gaan we ook niet van doen. Veel plezier ermee. En geniet ervan. Dankjewel. 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 Ik heb een heel boel van de bondsvoorzitter. Dankjewel. Voorzitter, vriend van Sint-Antonius Slek, in de uitnodiging, eerste plaats bedankt voor de uitnodiging. We zijn in afvaring van het bondbestuur hier naartoe gekomen om dit heugelijke feit nog bit te maken. In de uitnodiging, na een jaar klussen, heel lang klussen, zit je trots op dit Zuttersgeboel. En je mag er trots op zijn. Geweldig wat je hebt neergezet, heb er veel plezier van, heb er veel noten van. En als hier weer Sinterfias is, mogen we weer de ogen gebruik van maken. Proficiat namens het bondbestuur, namens de aangesloten verenigingen. En nogmaals, ik heb er heel veel plezier van. We hebben nog een presentje meegebracht. En ik hoop dat je dat in het geboek hebt. Gebroken ophangen. Alsjeblieft, namens het bondbestuur. Oh, dankjewel. Oorkonde uitgereikt als schutterij Sint-Antonius Slek bij gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe Schuttersgebouw. Namens de bondbestuur van de Schuttersbond in Bonnek, de heer Hoorns voorzitter, Jacques Heel, het werd secretaris. Proficiat. Dankjewel, meneer Hoorns. En bedankt voor de oorkonde. We zullen ze zeker een schoon plaats geven. En als we nu dan aan het eind zijn gekomen, wil ik nog een eindige vraag om toch nog een woordje te doen. Ik geef graag even het woord als laatste aan Henk Mossen. Ja, leden van de Chatterie, beste Schuttersvrienden, zoals jullie gezegd hebben. Vandaag stond ik uiteraard met gemengde gevoelens, dat mogen we natuurlijk zien. Dat is ook verteld geworden en ook genoeg gememoreerd aan Marlies. Dat eigenlijk toch genoemd is geworden de moeder van de Chatterie. Dat is toch eigenlijk het moment voor mij om hier eigenlijk terecht in te mogen zeggen van ik sta hier echt met gemengde gevoelens. Enerzijds heerlijk blij uiteraard dat die accommodatie hier te stand is gekomen. Heerlijk blij voor iedereen en ik hoop natuurlijk ook dat de Chatterie en het verder trommelkoops hier een lengte van jaren met heel veel plezier kunnen verblijven
en dat de stimulans hoog zijn dat de chatterie ook blijft bestaan. Zonder lokaal blijft de chatterie niet bestaan en ook dat had Marlies dus al ingezien. Eigenlijk zou ik tegen Proficiat willen wensen, medes namens Marlies. Helaas is Marlies lijfelijk niet aanwezig, maar in geestelijk en ik denk in uw hart, dat begreep ik heel goed in uitspraken, is Marlies niet vergeten. Dus mede namens Marlies, dank voor alles. Dank ook eigenlijk dat Marlies dit in gang heeft gezet. En ik denk op een gegeven moment dat ik moet constateren, geweldige locatie. Heb er veel plezier met Marlies hoe ervan kunnen genieten. Dankjewel. Yo, dankjewel, Mike. Mooi gesproken. Mooie woorden. Ik zou zeggen, we gaan dan ook dan maar gebruik van maken van onze accommodatie. En nee, je hoeft geen bonnen te kopen, nee, je hoeft niet te betalen, buffet. Je hoeft ook allemaal zwaar in het drinken bij ons. Ik zou zeggen, laat hem smaken en fijn dat je allemaal hier bent. Maak er een schone dag van. Dankjewel. Hij zei, het is een droom geweest van Pia en hem, hè, om dat ons te schenken als we een nieuw geboek krijgen. Nou goed, dan gaan we hem uitpakken. Ja, ja. Estates. En dit is een beetje van de Sint Antonius. Dit is dus een geschenk van, ja, wat Pia al zou vroeger ook als we een nieuw geboek krijgen en Henry. Ik schenk aan de chatterie en dat is ook een mens die wat van boven wel op ons toe zal kijken en trots zal zijn. Die kent je trouwens, er zijn er meer. Die hangen hier binnen en worden hier fijn een ereplaats gegeven van jullie die ons ontvallen zijn en door toch nog heel graag en met plezier aan terugdenken. Dankjewel voor dit mooie cadeau en bedankt voor je aanwezigheid. Dankjewel. Sorry, bij wethouder Dieks en Gerard net ja, het nieuwe clubgevoel geopend met de Chia. Vertel eens wat meer over. Wie wordt het? Ja, geweldig hè. Net ik in het doel en ook voor zijn schutterij. Dat is natuurlijk heel belangrijk ook naar de toekomst toe. En als ik terugkijk naar hoe het tot stand is gekomen en de naam werd ook al vermeld, Marlies Maassen. En dan denk ik toch nog aan het moment van toen we hier bij het Schuttersfeest, of het Koningsschieten worden eigenlijk, hadden we een gesprek in de tent. En hoe is eigenlijk het idee geboren en wat is mogelijk, et cetera. Nou, dan ben ik zelf ook binnen de gemeente op zoek gegaan van welke mogelijkheden we hebben. En uiteindelijk is dat dit geworden. Geweldig. Ja. Ja, een mooie nieuw clubgevoel. Je zei net al een beetje wie dat tot stand is gekomen. Wat geeft er dan allemaal aan vooraf in die jaren? Nou, wat belangrijk is, dat is natuurlijk van hebben we een locatie of een lokaal? Nou, en past dat op deze locatie? Nou, we hadden een lokaal in Sint-Joost. En dat was een voormalig schoolgebouw. Een noodlokaal. Maar dat noodlokaal is ook nog perfect goed. En nu zijn we in ieder geval in contact gekomen met de schutterij. Verder. En dat plan uitgewerkt. En in principe was dat gebouw overbodig. En uiteindelijk is het hier op de slek terecht. Ja. Je zei net al wel eens belangrijk voor de toekomst. Waarom zijn schutterijen belangrijk? Schutterijen is cultuur. Hè? En cultuur moet in stand gehouden worden. Met name op de kernen. Zo'n kern als slek. En ik vind het wel knap dat op zo'n kern eigenlijk, want het is in principe een kleine kern, dat toch zo'n schutterij door gewoon levensvatbaar is. En dat is gebleken dat ze levensvatbaar zijn. Dus erg belangrijk. Het is cultuur. Ja. Dus belangrijk dat het door de gemeente ondersteund wordt. Ja, zonder meer. Zonder meer. Ja. En mocht je net straks het lintje doorknippen, ja. Het definitieve lintje, en dan kent iedereen nu gebruik maken, ja. Van die nieuwe clubgevoel. Je bent net zo binnen geweest, wat vind je ervan? Geweldig, dat is dus wie het geboel hier naartoe is gekomen. En wat dan hier die vrijwilligers van de chatterie zelf hebben gedaan. Die hebben hier dag en nacht, zal ik maar zeggen, want als hier langs komt fietsen, waar we altijd bedrijvigheid, hebben dat perfect opgeknapt. En dit is het resultaat. Het mocht er wezen, zonder meer. Bedankt. Ja. Zoals ik even willen voorstellen. Ik ben Richard Leurs, voorzitter van de Schutterij Sint Antonius van de Slek. Ja. En net voor de opening van het clubgeboel. Vertel ja. Wat gaat meer over. Ons nieuwe clubgeboel, hè. Je hebt al gezag gestrakt. In 2016 is geopperd door ons beschermvrouw Marlies, die ons helaas is ontvallen vorig jaar. En die heeft toen in 2016 op het Koningsschieten geopperd tegenover het gemeentebestuur, tegenover Jacques Deeks.
is er een nieuw shuttle-lokaal zou komen. Dan zou dat heel fijn zijn. En die mannen van samenwerking, van Jacques Dijs en Jos Wakkers, die hebben dat waargemaakt dat hij dit shuttle-spoel is gekomen. We hebben er zelf nog een avond aan gemoeid. We hebben het hele shuttle-spoel gehad opgepimpt. Nu je vloer nu kijken om er een prachtig home van te maken. En dat hebben we vanaf vorig jaar, 23 juni, is de fundering gestart. Hebben we hier aan gewerkt gehaald en vandaag hebben we dit prachtige gevoel kunnen openen en een naam kunnen geven. Dat hebben we natuurlijk aan ons Schaamvoer gerelateerd. Chateau Biemerlies, dat hangt er boven de unit op. Zo gaat het nu heten. En vandaag is dat inderdaad geopend geworden. Ja, vernoemd naar Marlies Maassen. Even, want ze is Marlies als voornaam alleen. Marlies Maassen. Ja, Marlies Maassen, de vrouw van Henk Maassen, de grondeigenaar van hier hoe weer was shuttle-terrein hebben liggen. Ja. De Schaam van Marlies Maassen. En waarom wordt er nood aan een nieuwe club geboren? Omdat we hebben eigenlijk zo'n tour unit jaren geleden zijn er gekomen. Omdat we eerst zaten we achter in de bos. We willen eigenlijk een shop, kon ze dat zo noemen. En toen kwam er een kantoorunit, dat was al heel gat, met een avond aan. Maar ja goed, daar waren de vloeren versleten, denk ik, zo versleten. En daar waren we toch toe aan een geboe, namelijk een groter geboe, was ook meer plezier van het zo te hebben. Ja, veel plezier met het u. Dank u wel. Fijn dat jullie hier zijn. Dank u wel. Ja,